Michael, semiconductoren, dat zijn een beetje de verborgen helden van de digitalisering. Waar staat die sector vandaag eigenlijk? De sector staat er vandaag zeer goed bij. De sector van halfgeleiders is een sector die al heel lang heel hard groeit. En dat komt omdat halfgeleiders steeds meer worden gebruikt in allerlei producten die we in huis hebben, op straat hebben en die we wel zien of niet zien. En zelfs in 2020 is dat verder gegaan, ondanks de pandemie. De pandemie heeft juist een zetje extra in de rug gegeven aan de digitalisering van de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld thuiswerken en videoconferencing, zoals wij nu hier doen. Michael, je hebt voor ons een grafiek opgezocht die eigenlijk een beetje de evolutie van die sector weergeeft vanaf het prille begin, hè, eind jaren 70. Ja, klopt. Die grafiek laat zien dat de productie van halfgeleiders continu aan het stijgen is. Elk jaar zijn er hogere aantallen halfgeleiders die worden geproduceerd. Af en toe zit er een klein klikje naar beneden in door een economische crisis. Maar dat zijn slechts kleine deukjes. En vervolgens gaat het gewoon weer rustig verder met groeien. En dat heeft tot gevolg dat vandaag de dag voor elk mens op aarde ongeveer 125 halfgeleiders per jaar worden geproduceerd. Ja, chips zitten steeds meer, machines, elektronica, zelfs sensoren. Er is een heel grote uitdaging voor die sector. Aan de ene kant moeten die chips steeds kleiner, zuiniger en performanter zijn. Aan de andere kant stijgt de vraag exponentieel. Kunnen die producenten die vraag nog wel volgen? Ja, dat ligt een beetje aan de eindmarkt. Chips gaan dus inderdaad in veel verschillende soorten producten. En afhankelijk van de eindmarkt is er momenteel voldoende capaciteit of een tekort aan capaciteit. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de automobielsector. Daar is momenteel sprake van schaarste aan chips. Maar er zijn weer andere sectoren waarin ruime hoeveelheden aan chips beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons en geheugenchips. En dat zijn chips die je niet met elkaar kan vergelijken. Die hebben een hele andere dynamiek. Zowel in de verkoopkanalen als in de productie van die type chips. Dus het is niet dat je simpelweg meer automobielchips kan maken door minder geheugenchips te maken. En op het moment ziet het er op zich zeer gunstig uit voor de leveranciers van machines. De machines waarop de chips worden geproduceerd. Want de vraag naar die machines is momenteel zeer sterk vanuit alle sectoren en eindmarkten. Als we kijken naar die markt van de semiconductoren, dan speelt de Benelux daar op wereldvlak een belangrijke rol, zowel naar de machines toe als naar de productie van chips. Wat zijn dan bedrijven in deze regio die echt op wereldvlak meetellen? Dat zijn drie machineproducenten in Nederland, te weten ASML, ASMI en Besi. Alle drie zijn leidend in het segment waarin zij opereren. En in Benelux is er verder in België ook nog Melexis. Melexis ontwerpt chips voornamelijk voor de automobielindustrie. En ze laat die chips bij iemand anders produceren. En die iemand anders, dat is een bedrijf genaamd X-Fab. Dat is een Frans bedrijf. Waarvan de grote aandeelhouder ook de grote aandeelhouder in Melexis is. Dus eigenlijk een soort zusterbedrijf. En Melexis is zeg maar middelgroot in het segment voor automobielchips. En X-Fab is een van de kleinere spelers in de markt voor outsourcing van productie. Je verwees daarnet naar ASML, dat is een van die bedrijven die echt een unieke technologie heeft. En dat heeft dan in 2020 ook geen windeieren gelegd. Ze hebben in hun resultaten alle records geklopt. Ze hebben ook de verwachtingen van de analisten overtroffen. Hoe is dat eigenlijk te verklaren? ASML is actief in het lithografie segment van de equipmentmarkt. En lithografie is een van de vele processen die nodig zijn voor het maken van een chip. Maar het is wel het belangrijkste proces, wat met lithografie projecteer je door middel van een lichtbron het ontwerp van de chip op silicon. In lithografie was ASML een jaar of 20 geleden zeg maar een uitdager van de twee Japanse leiders, Canon en Nikon. En ASML heeft de strijd gewonnen door middel van continue innovatie, onderzoek en ontwikkeling, waardoor hun machines uiteindelijk voor de klanten een veel hogere economische waarde hadden dan de machines van de Japanse concurrenten. Zij heeft dus een leidend marktaandeel wereldwijd. Echter, sinds een jaar of 20 is men ook bezig geweest met nieuwe lithografie technologieën. De zogenaamde EUV, en dat staat voor Extreme Ultraviolet. Dat is een lithografie technologie die nog vele malen superieur is
aan de vorige technologie en zij zijn daar alleen heerser in. Die technologie is sinds een jaar of twee in de verkoop. En de machines met die technologie zijn vele malen duurder dan met de traditionele technologie. En dat is zeer goed voor de omzet en winstontwikkeling van ASML. En deze nieuwe technologie, EUV, staat nog pas in de kinderschoenen. Dit zal nog voor vele jaren zorgen voor omzet en winstgroei. En wat betekent dat voor de beurskoers van ASML? De beurskoers is de laatste tijd op recordniveau geweest. Dat is te danken aan de continue groei van de omzet en de winst van het bedrijf. Daarnaast speelt ook mee dat de toekomstverwachting voor ASML zeer gunstig is. Want de EUV-technologie is pas net begonnen. En het management is van plan om die technologie verder te verfijnen, waardoor de machines nog beter worden voor de klanten, waardoor de prijzen nog verder omhoog kunnen gaan. En dat zal betekenen dat de omzetgroei en de winstgroei van ASML de komende jaren verder zal kunnen stijgen. Laten we dan ook nog even kijken naar het Belgische bedrijf, Melexis, hoofdleverancier van chips voor de automobielsector. Hoe doen zij het eigenlijk? Melexis heeft andere bedrijven in de automobielsector last gehad van de vragenuitval en de productieval in 2020 van veel automobielbedrijven. Dat had te maken met de pandemie. Echter, na twee zeer moeilijke kwartalen is nu in het vierde kwartaal van 2020 de vraag sterk hersteld. Dat komt deels doordat de automobielproductie weer op gang is gekomen. Maar daarnaast heeft men, doordat er in het tweede kwartaal en derde kwartaal weinig chips zijn besteld, nu last van tekorten. En daardoor moet men extra chips bijbestellen. Al met al zal het vierde kwartaal zeer goed zijn geweest voor Melexis en alle andere bedrijven in de automobielsector. Daarnaast zijn de vooruitzichten voor de eerste helft van 2021 ook gunstig. Kortom, de hele sector heeft eigenlijk de wind in de zeilen. Jij blijft positief gestemd? Omzet en winstniveau, want dat heeft geleiden gehad onder die vraaguitval. Dus Melexis is eigenlijk weer op weg terug naar haar voormalige piek omzet en piek winst van weleer. In het algemeen geldt dat de equipmentmarkt zeer goed is. Dus alle machineproducenten zullen een goed 2021 hebben. Op het gebied van de halfgeleider zelf verschilt het van deelmarkt tot deelmarkt. Automotive zal het zeer goed hebben in 2021. Geheugenchips zullen het waarschijnlijk wat moeilijker hebben, gezien de recente nieuwsberichten van Samsung. En functionele chips, die bijvoorbeeld gaan in smartphones en computers, zullen het ook wel goed gaan doen in 2021. Michael Roeks, bedankt voor jouw toelichting. Heel interessant was dat. Graag tot een volgende keer.